Welkom bij CNL Reborns. Vandaag heb ik een nieuw item in de Reborn-kamer. Ik heb een kledingrekje van hout gekocht en hier wil ik alle kleertjes aan gaan hangen die op de hangen zijn. Dus ik ga dat voor jullie filmen. Ik hoop dat als ik het hier zet, dat jullie het goed kunnen zien. Ik ga nu één voor één de kleedjes die opgehangen kunnen worden, ga ik ophangen. We hadden het natuurlijk al in de commode gelegd, maar nu kan ik dus ook wat kleedjes ophangen. En dat vind ik toch eigenlijk wel wat fijner, zodat ik net iets beter kan kijken om iets uit te zoeken. Ik ga even wat dingetjes pakken. Ik begin hier met het vestje. Er hangen ook al veel hangers aan. Roze houten hangers. En ik heb konijnenhangertjes. Ik ga hier de vestjes hangen. En die doe ik aan de klerenhangers. Ik heb al veel leuke dingetjes. Die ga ik nu even ophangen. Hier is het volgende vestje. En dan ga ik even kijken wat er nog meer tussen hangt. Ik hang ook de jurkjes en de shirtjes hierop. Zo. Voor nu doe ik alle winterkleertjes, dus alles met lange mouwen, hang ik op. Sommige jurkjes hebben natuurlijk wel korte mouwtjes. Die hang ik er wel even goed bij, omdat ik daar meestal een rompertje of een t-shirt met lange mouwtjes onder draag bij de meiden. Nu het nog eigenlijk koud is buiten. Dus ik hang die er even goed tussen. Zo. Dan hang ik vooraan alle vestjes en daar hang ik zo ook de twee jasjes. En dan daarachter de jurkjes en tuniekjes, zodat alles een beetje gesorteerd hangt. Hier hebben we het gebreide jurkje. Onderop zit trouwens ook nog ruimte. Daar ga ik straks de mandjes neerzetten. Waar ik schoentjes en sokjes heb. Zo. Even kijken. Dan hebben we hier het soort broekpakje. Die Soria Sleep aan had. Toen ik haar voor het eerst opging of haar binnenkreeg. Zo. Nou, hier heb ik dan wel weer een jurkje met lange mouwen. Welke ook aan het rekje kan hangen. Zo. Ik schrijf het even allemaal een beetje door. Hier ook weer een jurkje met lange mouwen. Zo. We hebben in ieder geval genoeg spulletjes wat opgehangen kan worden. De broekjes probeer ik aan de onderkant neer te leggen samen met de rompertjes. Zo. Nou, zoals jullie wel kunnen zien, zijn de meiden aardig verwend met veel kleertjes. We hebben in ieder geval genoeg om te combineren. Zo.
Straks als het wat warmer weer wordt, dan laat ik echt alle dingetjes met gewoon korte mouwtjes hangen. Want dan hoeft er niet per se meer lange mouwtjes aangedaan te worden. En zo. Even kijken. Komen nog wat t-shirtjes. Die ga ik aan de achterkant hangen. Ik heb ook superleuke hangers met konijntjes. Die vind ik zelf super schattig. En achteraan de t-shirtjes hebben we natuurlijk ook nog wat boxpakjes. Als ik genoeg hangers heb, dan kunnen die er ook tussen hangen. Zo. Kleedjes. Die hele bak ligt echt vol met t-shirtjes, rompers, pyjama pakjes. Ik denk dat ik deze even hier voorhang, want die is wat dikker. Net als de twee jasjes, die zal ik ook even pakken. De jasjes, die hang ik helemaal aan de achterkant. Die zijn erg dik. Anders is het rekje straks best wel vol, omdat die jasjes en de bodywarmer vrij dik materiaal is. Dus dat is dan een beetje zonde als ze dan al zo vol zouden hangen en dat het zo vol lijkt. Zo. Nou, en kleur is ook keus genoeg. Het meeste is wel roze of een beetje neutraal. Maar dan zit er toch wel weer iets op waardoor je kan zien dat het eigenlijk door een meisje gedragen kan worden. Of een bloemenprintje of zo. En stippenprint vind ik zelf ook altijd wel super schattig voor een meisje. Bij jongetjes vind ik het wel weer schattig als je, laat maar zeggen, van die streepjes hebt. Gestreepte kleding vind ik wel schattig voor een jongetje. Zo, deze hang ik dan weer even hier. Veel vestjes kunnen dan weer hierachter. Dit zijn ook weer gelijk wat dikkere modellen. Die zijn nu erg lekker om te dragen. Omdat het nog wat kouder is. Zo. Als ik zo kijk, denk ik, jeetje, dat ik eigenlijk al best wel veel heb. Als het dan in zo'n bak ligt of in de kast, dan merk je dat niet echt snel. Maar nu denk ik wel echt van wow. En ik zie ook al dat ik nu te korte kleerhangertjes heb. Ik ga zo even kijken of ik er nog een paar kan vinden, want ik had behoorlijk wat kledinghangers. Dus ik denk ook nog wel dat er nog wat ligt. Ik ga even op zoek naar nog wat kledinghangers. Ik heb ondertussen nog wat kledinghangers gevonden. Maar of ik het er helemaal mee ga redden, weet ik niet. Want ik heb dus echt super veel kleding. Zo. Deze kan nog tussen de vestjes. Even kijken.
boxpakjes er nog tussen proberen te hangen. Het ruimtje hang ik even hier. Die is ook vrij dik. Zo. Nou, dan komt hier een super schattig roze boxpakje. Hang ik die achteraan. Zo. En dit vind ik ook een super schattig boxpakje. Mintgroen met sterretjes. Nou ja, jullie hebben ze vast wel een paar keer aangezien bij de meiden. Dus jullie weten wel zo ongeveer wat ik allemaal heb qua kleding. Genoeg in ieder geval. Oké, helaas zijn een paar kledinghangers van de konijntjes gesneuveld. Daar zijn de oortjes er van af. Dat is een beetje zonde. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Volgens mij zijn er voor de rest meer rompers en leggings. Die wil ik zo onderop gaan leggen. Ik ga jullie even hier neerzetten. Even kijken. Ik hoop dat het een beetje een goede plek is. Ik ga jullie even wat hoger neerzetten. Zo. Dan ga ik de broekjes en rompertjes hier zo meteen op de onderkant neerleggen. Als het een beetje knap blijft liggen. Dat is ook maar weer de vraag, want er zitten wel een beetje gaten tussen. Dus het wordt wel lastig ophangen of aan neerleggen. Ik doe de broekjes nu onderop. Even kijken, hier heb ik de leggings. Dit zijn de broekjes. Zo. Natuurlijk hebben de meiden ook nog wat broekjes aan. Ik denk dat ik het trouwens zo doe, want ik heb ook nog een bakje waar de strikjes en sokjes en zo in zitten. Dus dan kunnen die er ook nog naast gezet worden, hoop ik. Als daar nog wat plek voor is. Dan zoek ik er even naar de andere kant, want daar liggen ook nog wat spulletjes. Die zijn nog van de boxopening. Zo. Hier hebben we nog een legging. En dan komen er ook nog wat rompertjes. Ik hoop dat het een beetje blijft liggen. Zo. Shirtje. Hier heb ik nog een rompertje. Daar ook. En een legging. Nog een legging. Rompertjes met lange mouwen. Die leg ik aan deze kant. Zo. Rompers hebben er ook super veel van. Neutraal, maar sinds van de week ook super leuke kleuren. Deze moet op de andere stapel. Zo, ik hoop dat jullie het een beetje zien. Volgens mij stond die net niet helemaal goed.
Dan heb ik hier nog wat broekjes. Rokjes heb ik ook nog. Zo. Kunnen de rokjes daar? Ik vind nog een shirtje. Nou, ik denk dat het zo even momenteel wel vol ligt. Dit is het kledingrekje nu. De meiden hebben genoeg keus. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. En tot de volgende keer. Doei doei.